Fijn dat jullie kijken. Ik wil vast al mijn abonnees bedanken. Ben je dat nog niet, ben je meer dan welkom om het te worden. Een like of share van deze video wordt ook enorm geapprecieerd. Het is namelijk de enige manier waarop onafhankelijke kanalen zoals deze kunnen concurreren met de grote mediabedrijven. Alvast bedankt en veel kijkplezier. Welkom terug bij Anne en Inge. Voilà. We krijgen heel veel vragen van jullie binnen en er is een thema, een heel belangrijk thema dat altijd heel veel terugkomt. Hè? Ja. En aan ons vragen. Misschien kunnen we er eens een paar uitpikken. Ja, mijn hond is moeilijk in omgang met andere reus. Ja, zodra andere honden in de buurt komen of langskomen, zelfs wordt hij helemaal agressief. We zijn naar de puppyhondenschool geweest. Hij is energiek en lief voor ons, maar we merken dat hij angstig is bij andere honden en dat hij dan uitvalt. Dus het is zo erg dat we al gewoon zijn geraakt bij het wandelen, waarschijnlijk door het omvertrekken of zoiets. Ja. Hier in de tuin is onze hond enorm gestresseerd. Vooral als er andere honden langskomen, wordt hij helemaal gek. Ja, we hebben een Duitse herderbroer die heel verschrikkelijk vervelend doet tegen andere honden. Hij gromt en hij wil bijten. Ja, en hier nog een andere. We zijn echt op zoek naar een oplossing voor onze hond haar reactief gedrag naar andere honden tijdens de wandeling. Ja. Ja, en hier ook nog een hond die agressief is tijdens de wandeling vooral, hè, het passeren van andere honden. Nu, jullie horen ondertussen onze hond op de achtergrond grommen. Grommen zal een teken kunnen zijn van hond-hond-agressie, maar in dit geval kunnen we jullie verzekeren dat het puur spel is. Ja, het is puur spel. Ze hebben wel wat discussie over het speelgoedje. Ja. Dus dat zien we wel, maar voor de rest zien we vooral puur spel. En dat is mooi om te zien. Nu, dat is misschien al een leuke. Je hond is een sociaal dier, mensen. Dus het is belangrijk dat hij sociaal contact heeft met jou, maar ook met andere honden als dat enigszins mogelijk is. En dikwijls is het reu-reu dat ik kan, of teef-teven dat ik kan, maar teven en reu kunnen, de mix kan vaak wel. Dus het is super belangrijk dat je hun toelaat om te spelen. En ja, honden genieten van losspel, hè? Dus zoek ergens een afgeleide plein en laat ze, of een losloopgebied, en laat ze gewoon onderling spelen. Vind je dat heel moeilijk in je buurt en zeg je, ik vind het toch wel wat spannend om een hond los te laten en laten spelen met andere honden, dan kan je bij ons terecht. Vaak op de laatste zondag van de maand hebben wij hondencafé. Dan kan je zelf tussen 9 en 12, dan kan je zelf een glaasje komen drinken of koffie of weet ik veel. Hè. En dan kunnen jouw honden onder begeleiding van ons zes heel goed controleerd met elkaar spelen. Ja. En dan perfect om te testen of dat het wel lukt. Of als je daar wel onzeker over bent. Klopt. En dan kunnen we ook jouw tips geven wanneer het nog spel is, wanneer je ze uit elkaar moet halen. Ja. Trouwens, onze blog, hè, dus we hebben heel veel informatie op onze website staan, maar onze blog hebben, als je intikt spel, dan krijg je ook heel wat blogartikels rond dat onderwerp van hoe herken je spel, hoe herken je geen spel. Ja. Maar goed, naar onze cases. Maar goed, vooral op de wandeling in een aangeleide situatie, dus daar komen wij heel vaak voor. Dat was voor de meeste van de mensen die hier komen gaan. En je merkt dan ook heel, en wij weten dat nu, maar mensen vinden dat altijd heel opvallend, dat als ze los zijn dat het wel gaat en als ze aangeleid zijn, dat het niet gaat. Hè? Ja, inderdaad. Nu, hond-hond. Agressie noemen we dat dan. Vaak is dat angstagressie. Vandaar dat we in dit geval ook altijd wel de honden willen zien om te testen, gaat het effectief over angstagressie of is het toch dominantieagressie, maar dat we heel weinig zien. Dus in die zin is testen wel belangrijk, maar vaak gaat het eigenlijk puur over er komt een hond recht op mij af en ik vind dat heel spannend, dus ik maak mij goed stoer en groot in de hoop dat een andere wegblijft. Dat is eigenlijk waar het vaak. En dan zie je ook die haar niet omhoog komen, ze laten hun tanden die zo grommen, ze staren aan, die staart van omhoog. Ja, dat ziet dat echt wel. Nu, stel je nu voor, Anne, want we hebben dat al eens benoemd uit onze box, maar stel je nu voor dat jij bent aan het wandelen en je komt een loslopende hond tegen. Ja. Wat doe jij dan?
Ja, ik zou sowieso in eerste instantie tussen mijn hond en de loswolven op gaan staan, bufferen en ervoor zorgen dat mijn hond vertrouwen kan tussen waar ik ga staan. Ja. En eventueel als ik een petcorrector zou bij hebben. Neem hem er nog eventjes bij, mensen. Hè. Petcorrector, dat maakt een spuugeluid en dan kan je dus de loslopende hond laten spieken. Die meestal afstandelijk. Ze zijn dus ook gestopt met spelen, even, toch tenminste van het geluidje. He, dus dat heeft, je kan er ook het gedrag mee onderbreken. Ja. Nu, ik persoonlijk, ik doe het zelf als jij, maar ik ga ook nog eens heel hard roepen. Ja. Wauw, ben ik weg! Stop, gedaan, daarnaast weet ik veel. Hè. Ja. Want, en dan heeft uw hond ook ineens het idee van, oké, mijn eigenaar, mijn baasje heeft dat nu wel onder controle. Ja. Ik moet niet stoer doen, want mijn vrouw doet wel stoer. Klopt. En ik moet ook wel in alle eerlijkheid bekennen, ik heb er natuurlijk twee aan de lijn. Ja, ik draai gewoon ook om. Ik vermijd gewoon het conflict. Ja. Ja. Klopt, uit de situatie gaan, dat is ook hetgeen dat wij de mensen die hier komen met deze vraag altijd aanleren. Hè. Ja. En de timing van uit de situatie gaan is dat super belangrijk. En daarvoor, dat is voor elke hond anders. Ja. Want elke hond geeft op een andere manier aan dat hij dat contact met een andere hond heel spannend vindt. Ja. Dus het is echt je hond observeren, leren kennen en op die manier samen zien wanneer moet dat tot de situatie gaan. Ja. En dat is echt oefenen. Hè. Mensen onderschatten, dat maken we ook speciaal een les op hond-hond-agressie. Dat we echt niks anders doen dan oefenen op die situatie. Hoe ga je ermee om? Welke signalen zie je bij je hond? Ja. Welke timing? Welke handeling ga je doen? Enzovoort. En opbouwen. Want het is niet zo dat je hond tot in de oneindigheid der tijd uit de situatie moet blijven gaan. Het is wel degelijk de bedoeling van de training om uiteindelijk gewoon elkaar te kunnen passeren en rustig te kunnen blijven bij een andere hond. Maar dat is wel training van lange adem. En dat zeggen we ook altijd eerlijk bij. Maar het is wel fijn als je toch met gerust goed terug gaat wandelen. Absoluut. Want heel veel mensen gaan dan niet meer wandelen als ze dan schrik hebben. Ja. Als ze hun hond niet kunnen houden en zo. Maar daar hebben we een aantal tips voor. Ja. Wij persoonlijk, wij werken met tuigjes. En je hebt heel veel verschillende tuigjes op de markt. Ik moet altijd een beetje zoeken hoe dat dan aan moet. Ik persoonlijk moet altijd een beetje zoeken. Zo, wij raden altijd tuigjes aan. Demo-hond erbij nemen. Vaak stellen mensen ons aan de vraag, ja, maar een tuigje, dan kunnen ze nog harder trekken. Het is toch beter waar een halsband aan te trekken, want dan is dat voor hen onaangenaam. Ja, dat klopt. Maar wij willen vooral voorkomen dat het onaangenaam wordt. En vooral als ze echt gaan trekken op hun halsband. Ja, ik kan dat ook echt schade berokkenen. Ja, schildklierproblemen, luchtpijp, halswervelbuggen. Dus dat willen we absoluut voorkomen. Hè. Laat staan dat we een slipketting bijvoorbeeld, dat zien wij nog heel vaak. Jammer genoeg. Ik heb hem hier ook nog even in liggen. Ja, we gebruiken het eigenlijk vooral voor geluid. Hè. Ja. Laten schrikken, gooien bijvoorbeeld, om te laten schrikken. We gebruiken ze niet meer om te stroppen. En even goed, of niet de stroplijntjes die niet van ijzer zijn, maar de koortjes eigenlijk nog erger. Mag ook niet bij onze hondenschool. Bij ons is het niet de bedoeling om een tuigje of een vaste naaldband, maar aan de goede aan te doen. Dus niks dat slipt, niks dat stropt, want ze willen onze hond niet, letterlijk niet beschadigen. Ja. Dat is wel goed. Dus een tuigje. Ja, en je hebt zo gewoon met een ik ga dat even zo vast voor de lood. Je hebt er een die gewoon over de borstkas gaat. Dat vind ik minder geschikt. Maar het geschikte zijn eigenlijk de eituigjes. Het is veel te groot voor mij, voor deze dummy. Maar het is de manier, dus je hebt echt letterlijk een ei. Dat zijn eigenlijk de betere tuigjes. En als je dan heel moeilijk jouw hond kan houden, je hebt er die heel goed verstelbaar zijn enzovoort. Als je dan heel moeilijk je hond kan houden, dan gaan we niet over naar een eituigje, maar dan gaan we over naar een antitrektuigje. Ja. Een antitrektuigje, dat gaat voor de borst onder de pootjes. Ik denk dat het gaat passen, of toch zo goed als. Ja, als een demon moet vallen. Moet goed aanspannen. Je moet dat goed aanspannen. Dus dat mag niet zo loshangen natuurlijk. En dan ga je niet jouw... flauwe. En dan ga je niet jouw... leiband hier nemen, maar vastmaken. Maar je gaat de leiband op de borstkas vastmaken. Ja. Zodat eigenlijk als je je leiband vastmaakt. Ik had het net een leiband gezien. Voilà. Ik ben niet veel goed. Ja, altijd niet veel.
Dus, en, voilà. Dus als je dan, als de hond dan trekt, misschien kan je eventjes trekken, en dan zie je, dan ga ik hem een beetje in disbalans brengen. Dus dan heeft hij minder kracht om te trekken als je het harnasje van voor vastmaakt in plaats van op de borst. En het is ook, ofwel, het zou kunnen dat hij trekt naar de andere hond, in dit geval rond de hondagressie, dan ga je inderdaad wat een balans brengen, maar even goed met training wandelen zonder trekken, puur om te leren wandelen. Ja. Wilt de hond heel graag vooruit, hè, en op die manier bereikt hij ook niet wat hij wilt, doorbreekt hij eigenlijk zijn succes, om het zo te zeggen. Klopt. En ja, hij leert wat, als ik niet trek, vraagt zich wel waar ik wil zijn en anders niet. Ja. Dus in die zin werken we eigenlijk voor twee zaken. Nu, los daarvan, hè, dus als ik zeg, je kan hem beter houden met het aantrekken van voor. Maar er is ook een manier om jouw leiband te houden. Nu, ik ben heel grote van de politielijn, omdat je die in verschillende standen kan doen. Ik ga dat zelfs laten zien. En ik ben ook heel veel van leibanden die niet pendelen met handen. Ja. Dus ik hou niet van, ik hou niet van die andere materialen, maar nylon vind ik heel fijn. Maar ik wil eens een testje doen bij jou. We gaan eventjes naar buiten. Ja, iedereen enthousiast, want ze denken dat ze mogen gaan wandelen natuurlijk. Dus ik had het al over die politielijn. Ja. Dus ik ga even dat stukje aan jou geven. Dat is in te stellen op verschillende lengtes. En dus ik... Ik kan hem nog niet. Ja. Ja. Oké. Natuurlijk leuk aan puppies. Daar is altijd wat animatie. Ik ga deze kant geven, sorry. Je kan hem heel kort zetten. Dus dat je gewoon een handvat hebt. Allee, gewoon lang zetten. En je kort vasthouden bedoel ik. Dat je dus een hele mooie lengte hebt om te wandelen. En dan is er iets spannends. En dan kan je zeggen, oké, ik moet... we gaan er wat korter zetten, want ik wil wat fietsers voorbij of zo. Of ik wil toch wel heel graag dicht bij mijn hond. Ik kan dicht bij mijn hond zijn, dan zet ik hem op deze manier van stand. En inderdaad, opspringen, draaien we om en we belonen het vier pootjes verhaal. Nu, dit is, ik denk dat dit ongeveer iets van een dikke meter is. En dat vind ik eigenlijk een minimum, want je ziet echt heel veel te korte leibanden. Nu, voor kleine hondjes heb je natuurlijk minder grote gespen, hè, maar je bent een grote hond. Ik ben het type labrador. Meestal willen mensen ook hun hond echt te kort houden. Hè. Ja. Dan merk je dat het amper nog de grond raakt met zijn poot. Ja, klopt. Maar ik wil maar ruimte. Ja, en dan kan hem snuffelen en zijn ding kunnen doen. En ze ondertussen doen zijn ding hier op onze achtergrond. Ook allemaal spellen, mensen. Helemaal prima om te herkennen weer. Hè, we hebben het daar al over gehad. Je ziet ook Bubba zo wat happen. Maar je ziet tanden, maar dat is allemaal spel. Ja. En je ziet de ene achter de andere lopen, de andere achter de ene. Dat is ook, je ziet ook pauzes. Het zijn allemaal kenmerken van het spel. Het is heel mooi om te zien hoe die bezig zijn. We hebben nu een klein beetje sneeuw liggen trouwens, dus kleed je hond ook wel naar de weersomstandigheden. En wees niet te beroerd om een harnasje aan te doen of schoentjes tegen de sneeuw ofzovoort. Hè. Er is niks mis mee. Maar wat zeg je, een harnasje, een jasje? Ja, natuurlijk een jasje aan. Wordt iets te wild, dankjewel. Voilà. Goed. Maar ik wou met jou een trucje doen. Jij bent hond en je houdt vast en jij trekt. En meestal ga ik dan tegentrekken en dan doe ik dat meestal zo. En ik wil dat ook nog. Ik heb veel kracht, hè. En meestal ga ik dan ook zo'n beetje schakelen of zoiets met deze hand. Eerst even testen, weer even. Ik heb geen idee eigenlijk wat ik aan het doen ben. Maar zo wordt dat wat aangeleerd. En dat stukje, dat hangt hier zo wat te hangen. Te bengelen. Voilà. Maar wat ik aanraad, en dat hoef je niet heel de tijd te doen, maar wat ik aanraad is, jij bent aan het wandelen en ik zie iets en ik neem mijn handen op mijn buik en mijn andere hand eronder. En echt tegen elkaar en echt tegen mijn buik. Want als ik het hier doe, heb ik ook dat effect. Maar echt tegen mijn buik, want mijn kracht zit in mijn buik. Dus trek nu nog maar eens. Ik beweeg zelfs niet meer. En bovendien geeft u een stress niet door, hè? Nee, klopt. Want ik doe niet, als jij nu trekt en ik doe dit, en voilà, en dan zijn we al in discussie. Ik kwam hier de spiegel, ik ben mijn eigen aan het opjagen. Jij bent je eigen aan het opjagen. En in dit geval, ik doe mijn buik, jij trekt. En ik trek, voilà, en ik ga zelfs eventueel de andere kant uit. En ik moet wel. Je hebt niet veel keuze.
Voilà. Dus dat kan je ook bij je partner toepassen trouwens. Ja, perfect. Neem dat mee straks. Goed, oké. Ja mensen, als je dan eigenlijk een schiktuigje hebt en je weet hoe je de lijn houdt, dan is het ook gemakkelijker om conflicten uit de weg te gaan. Maar dan heb je niet meer het excuus dat je ze niet kan houden, maar dat je toch nog kan gaan wandelen. Belangrijke opmerking toch nog wel, denk ik. Hè? Ja, absoluut. Als je andere honden tegenkomt, en zelfs als je hond wel goed is met andere honden, zeggen wij geen contact aan de lijn met honden die je niet kent. Als je meerdere honden hebt, of je familie, ze kennen elkaar, tot daar. Ik ben echt voorstander van, eigenlijk liever geen contact aan de lijn, nee. Klopt. Dus ook niet anders ga je ook je hond leren, maar elke hond, daar moet ik naar trekken. Ja. En je weet uiteraard nooit of dat een andere hond wel of niet goed is met andere honden, dus daar houdt ook een risico in. Klopt. Laat ze losspelen en ga wandelen met elkaar en niet met in de buurt. Allee, ik bedoel, maak geen contact met andere honden. Laat ieder gezinnetje op zichzelf zijn en ga leuke dingen doen samen met je hond. En misschien nog een belangrijke tip, Inge, waar wij regelmatig tegen onze klanten zeggen, als het wandelen echt een oprecht geworden is omwille van het gedrag van hun hond naar andere honden of trekken aan de lijn, zorg ervoor dat je oefenwandelingen doet waar je van weet, oké, dit is hard werken, kan mislopen, is niet erg, ik ga misschien de straat niet uit geraken, dat kan zijn. Maar laat ook wandelingen in waar je van weet, oké, dit wordt een oefenwandeling. Al is het in het midden van de nacht of om 6 uur s'avonds, als iedereen aan het eten is en de kans op andere honden heel klein is, zoek een rustige omgeving waar je weet, oké, kan niemand anders tegenkomen. Maar zorg ervoor dat het leuk blijft. En laat die lijn los, laat hem snuffelen, laat hem ook zelf eens de kant kiezen. Ga niet altijd naar rechts, omdat jij naar rechts gaat. Laat hem eens kiezen, laat hem naar rechts, naar links. En dat is ook altijd heel fun bij een wandeling. Ja. Nu, als je hond echt moeilijk is met andere honden, of zelfs met andere mensen, of gewoon heel veel stress heeft ofzovoort, dan bestaat het gele lintje. Nu, dat is eigenlijk gewoon, hè, als je nog wat lintjes hebt van Pasen of zelfs misschien van Kerstmis, je neemt gewoon een geel lintje, letterlijk. Ik bijvoorbeeld ga naar de Ava koop zo'n rol en ik knip daar een stukje lint af. En wat bedoelen we, wat willen we er eigenlijk mee zeggen? Je hond zegt eigenlijk van, kijk, ik vind bepaalde dingen spannend, of ik ben in training, of ik sta loops. Maar eigenlijk, geel lintje wil zeggen, hou afstand. Ja. Niet met mij in contact komen. Een beetje zoals in de tijd van corona, hou die 1,5 meter afstand. Ja. Geen contact, enzovoort. Dus daar is het geel lintje op gebaseerd. Het is niet van ons België gekomen, het komt vanuit Amerika. En het komt uit de scheepsvaart en het is heel specifiek de gele kleur die gewenst is. Verder mag je altijd blijven mailen met cases, met vragen, met ideeën naar info@toscaanshonden.be. We wensen jullie alvast hele fijne en ontspannende wandelingen. Midden van de nacht, blijkbaar. Moet kunnen. Tot de volgende keer. Bye.